Ze kunnen eigenlijk alles met het licht doen wat je wil. En dat is voor voetbal uniek. Die lampen die hebben gewoon een half uur tot 20 minuten opwarmtijd nodig. Maar met LED kan je het allemaal direct schakelen, bepaalde gedeeltes van het veld neerzetten. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden om dat uniek te maken en dat gaat hier gebeuren. De keuze voor LED-verlichting past binnen de hele visie van PSV's voetbalclub. Er zitten besparingen op qua geld, maar wij kunnen heel veel dingen doen. We hebben ook popconcerten hier bijvoorbeeld en die maken ook gebruik van dit soort verlichting. En daar merken wij door dat wij extra business krijgen in het stadion zelf. Ik heb de line-up gezien, ik heb de lichten gezien, ik heb het gevoel van wat het met fans doet gezien. En dat het ook duurzaam is, is een absolute plus. Wat het echt heel bijzonder maakt, is eigenlijk dat je instant van nul naar volledig kan gaan en alles daartussen. Dat geeft vooral voor de beleving extra mogelijkheden. En dan kan je opeens vanuit een showperspectief gaan denken. Door de jaren heen vind ik dat we als voetbal niet al te veel hebben gedaan aan innovatie. Maar überhaupt, innovaties toevoegen aan de sport, daar ben ik wel voor in. Ik denk dat we zelf aan het begin staan. Niet van de techniek, maar wel van de concepten die hier achter hangen. Ik bezoek veel wedstrijden. Ik heb dit nog niet gezien. Maar ik hoop dat grote clubs in Nederland en Europa dit soort type entertainment zullen gaan toepassen de komende, zeg, 2-3 jaar. Dat iedereen zegt, het begon hier ooit in Eindhoven met veel meer beleving tijdens de wedstrijd. En misschien ook wel dat UEFA gaat zeggen, als je Champions League wil spelen, moet je LED-verlichting hebben. Innovation and you. Philips.